de een of andere manier slaan de zenuwen van deze middag toch altijd over op mij. Oeh. En misschien is het omdat ik in 2008 de Philip Bloemendaal-prijs won als eerste van de regionale omroep. Ik werkte toen nog bij RTV Utrecht. En dat staat natuurlijk in mijn geheugen gegrift. Dus meiden, ik weet hoe jullie voelen en het is gewoon bijna niet te doen. En we gaan jullie natuurlijk tergen, want het gaat nog heel lang duren voordat we weten wie van deze drie fantastische vrouwen gaat winnen. Ik moest vanmiddag een papiertje kopen, wilde ik een mooie aantekeningetjes opzetten. Ik denk, nou, doe zacht roze, want het wordt hoe dan ook een meisje. Nou, voor jullie om toch even te weten in welke traditie je dan precies schaart, zijn tot nu toe 7 winnaars geweest van de Philip Bloemendaal-prijs. En misschien is het wel aardig om eens even te kijken naar wie dat dan waren allemaal. Ik ga het woord geven aan onze juryvoorzitter. Hij heeft de vergaderingen die wij hebben gevoerd met z'n 5 in totaal voorgezeten. En hij heeft ook de juryrapporten opgesteld. Dat doet hij met bijzonder veel kundigheid en eloquentie, mag ik wel zeggen. En dat is een woord dat op hem echt van toepassing is. Een heel hartelijk applaus voor Frits Spits. Het is met trots dat ik namens de jury de 3 genomineerden kan introduceren. En ik doe dat op alfabetische volgorde. Ik begin met de A. Amber Brandsen. We zijn heel blij. Ik ben heel blij dat de dag begint met Amber Brandsen. Van de zon weet je niet altijd zeker dat die zichtbaar opkomt. Maar dat zij altijd achter de microfoon zit, weten we wel. Ze is de dageraad van de radio. Mag ik je naar voren roepen en dan kan ik jou de oorkonde die bij de nominatie hoort overhandigen. Heel hartelijk gefeliciteerd namens de jury. En dit is voor jou alvast. Oké. Okay. Wat Eva Klever vooral is, een aanstekelijke, enthousiaste presentator die haar luisteraars en kijkers mee kan nemen in een verhaal. Ze is spontaan, nooit gekunsteld en we zouden eigenlijk willen zeggen overrompelend. Of zoals het in de jury klonk, we willen eigenlijk nog veel meer van haar zien en horen. Mag ik jou verzoeken om de oorkonde die erbij hoort, Eva, enorm gefeliciteerd. En dit is namens de jury. Dank u wel. Oké. Een spontane, nieuwsgierige, jonge vrouw die erin slaagt de aandacht bij alles wat ze doet vast te houden. Ze laat ook zien wat ze vertelt. Daar komt bij dat Anita Sara voortreffelijk Nederlands spreekt en vriendelijk oogt. Een groot talent en terecht genomineerd voor de Philip Bloemendaal-prijs. Anita Sara, mag ik jou namens de jury van de Philip Bloemendaal-stichting dit overhandigen, deze oorkonde. En daarmee al van harte gefeliciteerd. Wie uiteindelijk van jullie 3 gaat winnen, dat weet de burgemeester. Het is een grote eer voor mij om voor de 2e keer, want als u opgelet hebt, hebt u gezien dat er steeds andere mensen die prijs uitreiken. Dus ik dacht 2 jaar geleden, nou dat was dan eens, maar nooit weer. En nu sta ik hier weer. Dus daar ben ik bijzonder verguld mee. Ik ga nu aan jullie zenuwen een eind maken. De winnaar van de Philip Bloemendaal-prijs 2016 is, gaan we nog even troffelen en rammelen, Eva Kleven. De 8e winnaar van de Philip Bloemendaal-prijs, Eva Kleven. Hallo allemaal. Ik ben Eva en ik ben echt ontzettend, ontzettend blij hiermee. Ik loop wel iets langer rond op het Mediapark. Ik heb hier stage gelopen en ik heb me hier eigenlijk vanaf het begin al heel erg thuis gevoeld. En dat doe ik nog steeds. En dat doe ik nu op zoveel verschillende plekken, omdat ik zoveel mooie kansen krijg van onder andere de NTR, van FunX, van de VPRO. En daar ben ik zo ontzettend trots op en heel blij mee. En ik wil heel graag Mieke Bloemendaal bedanken voor deze
mooie prijs en voor het telefoontje. Het is de eerste keer dat ik ook maar ergens voor genomineerd ben, dus ik vind het heel bizar dat ik nu ook heb gewonnen. En ik ga proberen zoveel mogelijk eer aan te doen. Ik was onder de indruk van alle winnaars die al langskwamen. Ik wil heel graag nog een paar mensen bedanken. Mijn ouders die hier zijn. Mama, papa, dankjewel. Mijn broertje en zusje, die zo ontzettend knap zijn en waar ik heel trots op ben. Ik wil graag mijn vriendje bedanken, Maarten, die al 1,5 jaar geen weekend met me kan vieren omdat ik altijd aan het werk ben. Mijn management, A Million Faces, Talisha Lenneke, thanks voor altijd achter me staan en zo ontzettend fijne begeleiding. Ook van Machteld, waarmee ik een paar hele toffe trainingen heb gehad. Timo Kamst en Noelle, hartstikke bedankt voor alle kansen en alle mooie momenten die ik op de radio en op televisie heb mogen beleven. Sorry. Heel erg bedankt. Eva Kleven! Woehoe!